grote probleem is uiteraard dat er niet geklapt wordt over de compensatie. Alle varkensboeren en veeteelthouders die gestopt zijn of moesten stoppen met het stikstofdecreet, hebben allemaal een zeer degelijke compensatie gekregen, hetgeen dat logisch is. Wij krijgen niks tot nu toe en zijn dus gedwongen om te stoppen om in faling te gaan, want dat kan geen mens houden.